Anouk heeft haar man Dominique op vrijdag weer eens in de schijnwerpers gezet. De getalenteerde zangeres deelt op Instagram een hartverwarmende boodschap waarin ze haar liefde en bewondering voor hem uit. Vol trots verklaart ze dat hij zonder enige twijfel de sterkste man is die ze kent. In haar emotionele post roemt Anouk Dominique om zijn onvermoeibare inzet, altijd paraatstaand wanneer ze hem nodig heeft en toch altijd vol liefde en lof. De liefdevolle woorden worden vergezeld door enkele prachtige foto's uit een recente fotoshoot die het tijdschrift Flair van het gelukkige paar heeft gemaakt. Het verhaal van Anouk en Dominique is een ware liefdeszaken die begon in juni 2022, toen ze elkaar eeuwige trouw beloofden tijdens een memorabel concert van Anouk op het Maliveld in Den Haag. Een moment van pure magie, omgeven door een menigte van maar liefst 40.000 fans die de liefde tussen de twee bezegelden met hun aanwezigheid. Sinds die betoverende dag hebben Anouk en Dominique een reis van liefde, groei en verbondenheid doorgemaakt. Ze delen niet alleen hun liefde voor muziek en kunst, maar ook een diepe wederzijdse bewondering en respect die hen steeds sterker maakt als individuen en als partners. Terwijl Anouk haar glansrijke carrière voortzet, staat Dominique altijd aan haar zijde, als haar grootste supporter en trouwste metgezel. Zijn onvoorwaardelijke steun en genegenheid zijn de hoekstenen van hun relatie. Waardoor ze samen de hoogste pieken kunnen bereiken en de diepste dalen kunnen overwinnen. Anouk's woorden op Instagram weerspiegelen slechts een fractie van de liefde en waardering die ze koestert voor haar man. Hun verhaal is een inspiratiebron voor velen, een bewijs van de kracht van liefde en toewijding in een wereld vol uitdagingen en veranderingen. En terwijl ze samen verder gaan op hun reis, zal hun liefde alleen maar sterker worden, verankerd in de diepste kern van hun harten.